Goedenavond, dames en heren, en ook weer voor de allerjongste kijkers. Heel hartelijk welkom bij het programma van Horen en de Regio. Het is zaterdagmiddag, het loopt tegen 12, net voordat het losvastspektakel hier gaat losbreken in de veilinghal van Blokker. En ome Joop komt ook straks, maar eerst onze eigen Joop. Nou, dat is een goeie, maar dankjewel. Een grandioos muziekspektakel hier vandaag in Blokker. 'S Morgens losvast en vanavond BZN. We gaan dit spektakel de hele dag volgen. Veel plezier bij dit programma. Inga, je komt op in een veilinghal vol met jonge lui. Ze breken de tent af. Ja, hoe, te gek. Hoe populair is een vrouw
Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar enfin, we zijn beide even oud. Ja, te gek toch? Ja. Maakt toch niet uit? Nee, maar hoe komt dat? Leeftijd is niet zo belangrijk. Het is belangrijk dat je van mensen houdt en dat is een wederzijds spel. Dat maakt niet uit. Je ziet het toch aan de grootste muzici ter wereld zijn 80 en 90 jaar. Horowitz, de grote pianist. Kijk naar de zangeres. Alle kinderen zijn gek op de zangeres zonder naam, toch? Ja. Joh, dat ligt allemaal aan jezelf. Ja, een andere vraag is... laat ik zeggen, de jongelui, de jonge artiesten zoeken elke keer naar een nieuw lied, naar nieuw dit, naar nieuw dat. Ja? En jij komt met een paar oude krakers ja, op en het is schitterend. Ja, maar ik heb het wel in een nieuw jasje gegooid. Ja, dat wel, maar het is al zo lang bekend en toch. Ja, tuurlijk, maar dat is met alles zo. Wat, ik zeg altijd, wat op de straat gevonden wordt, dat is altijd goed. Ik wil niet zeggen dat je het altijd allemaal even goed uitwerkt, maar het idee wat je op straat vindt liggen, is bijna altijd goed. Eén kreet tot besluit. Er liep een jongetje van een jaar of 16 liep er voor mij langs en die zei op een jemig, wat is dat nog een lekker wijf. Ja, op een compliment. Ja, ja. Ik hoop dat het nog even zo blijft. En daar, je luidt daar in Blokker, wanneer zie ik die bloemen dus, ja, van de carnaval? Die bakjes met mooie bloemen. Ik zit maar met koffie en cake te wachten en ze komen niet. Dat kan niet hoor. Jij komt uit Noord-Holland, hè? Den Helder, dat is jammer. Die daar Blokker natuurlijk. Kan hier niks aan doen. Onze toneelmeester, wat is de volgende artiest? Wie komt er nu? Ik dacht iets gigantisch. Dacht jij de gigant? Volgens mij is dat niet juist. Oh nee. Nee, volgens mij komt Anita Helder. Zal ik eens even kijken dan? Zal ik eens doen. Volgens mij komt Anita Helder. Ik weet het zeker. Anita Helder! Zitten werken. Dan heb ik dus een muziek gemaakt bij de tekst die jij had gemaakt. Wij gaan naar Theo. Dat wil ik je straks even laten horen. Kan dat? Ja, heel graag zelfs. Oké, zeg, staat je bent klaar? Alles voor elkaar? Hebben alles geregeld? Consumptiebon ook. Alles. Alles geregeld. Een nieuwe band voor de eerste keer in ons vast. Hier is de Pretband! Yeah.
dan hebben wij hier de leukste band van Nederland, de Gigantjes. Wat heeft jullie ertoe bewogen om dit te doen? Dit repertoire. Nou, liefde voor deze muziek. En het is de oorsprong van alle muziek die vandaag de dag gemaakt wordt. Dus we dachten, laten we maar eens even beginnen bij de wortels. Iedereen zoekt naar iets nieuws. De Gigantjes komen, spelen een stuk van jaren her. En ineens populair. Nou ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met de power en de inzet die je daarvoor hebt. En dat is heel erg belangrijk, ik denk, wat voor muziek je ook speelt. Maar zoals ik al zei, iedereen vindt die muziek heel erg leuk om te spelen. Het heeft, ja, dat zit echt, dat zit wel diep, zeg maar. Dus dan kun je dat eerlijk doen. Jullie zijn zelf ook al in een redelijke leeftijd. Jullie zijn eigenlijk vrij laat bekend geworden. Met de Gigantjes wel, maar dat klopt ook wel, want we zijn 4 jaar geleden begonnen met deze band. Maar daarvoor hebben een heel groot gedeelte van onze bandleden al in andere bands gezeten die ook heel populair waren. Exception is er één van die natuurlijk behoorlijk populair geweest is. Ik heb zelf een jaar of 10 in de Bintangs gezeten, die zijn ook heel populair geweest. En die zijn nog heel lang populair gebleven ook. Carlsberg, dus ja, als band bestaan we nog maar kort, maar we zijn wel meteen populair geworden, ja. Mensen hebben in ieder geval een hele prettige avond als ze bij ons zijn geweest. En dat is altijd zo geweest, hit of geen hit. Daar staan we garant voor. En ik denk dat dat iets anders is dan mensen die met een tape het land ingaan en een hitje hebben. En weet ik niet hoeveel, even roots, 3 van die optredens op een avond doen. Ja, daar ben ik persoonlijk helemaal geen fan van. Rock'n'roll is een feest. Ja, zeker. En een leven, een manier van leven.
Als je denkt van, hé, waar klinkt het voor ons nu? Dan kan je kloppen, want er zijn wat problemen met de lijnen. De PTT-lijnen. Kun jij daar wat aan doen, alles? Maar even bellen, hè? Even bellen, jij gaat even bellen. Wil je het doen? Oké, okay. Jongens, we hebben er een die is heel gelukkig, want gisteravond ontving zij in Nederland een Edison. Een hoge onderscheiding in de platenmarkt. Zou maar eens zonder naam laten ook nee, gezellig. He, al die mensen. Maar wij hebben er hier. Hier is Nanny! Golden age should never steal.
Gebeuren, ook een Horense groep en wel Viva Voce. Jullie hebben net opgetreden, hoe ging het? Te gek, ja, helemaal te gek. Ja. Het is voor jullie een thuiswedstrijd, hè? Nou, we wonen in Hoorn en Blokker is toch altijd nog zo'n kilometer of vijf weg hier vandaan. Uit Hoorn weg. Hey, hoe is het om hier voor zo'n gigantisch publiek op te treden? Hoe was de reactie erop? Nou, het was heel positief, ja. Ja, dat is echt heel leuk, een hele leuke ervaring. Als de naam Viva Voce wordt genoemd, kennen ze jullie dan? Nou, hier in de buurt neem ik aan van wel. Maar in Den Landen nog niet, denk ik. Maar dat komt nog wel. Maar dat is toch gigantisch iets. Je hebt nou een op de radio geweest, een gigantische doorbraak misschien. Ja, ik hoop het, ja. Jullie plaat is uitgekomen, een LP waar je mee onder je arm staat. Is die al te verkrijgen in de winkels? Op dit moment geloof ik wel, ja. Maar nog niet in alle winkels. Dat hangt er vanaf... Of het de goede zaak is. Ja, welke winkels hem al besteld hebben, want hij is eigenlijk net uit. Dus de een heeft hem wel en de ander nog niet. En gekoppeld aan die LP ook een single uitgegeven? Een single uitgegeven? Nou, dit is geen LP. Het is een 12 inch. Het is een 12 inch, maar aan de hand van die single is een 12 inch uitgegeven, ja. En hoe komen jullie nou in zo'n programma als Los Vast? Nou, dat doet onze plugger. We zitten gewoon bij een platenmaatschappij en onze plugger regelt dat we hier terechtkomen. Heb je wel eens meer bij dit programma gezeten vorig jaar? Doe een bekentenis, zeg als het niet zo is, Rosanne. Gevoel bedriegt me niet, want als ik jou weer zie, Rosanne. Voel me zo hulpeloos, denk al een hele koos, Rosanne. Wij gaan naar Theo toe en we hadden dus gedacht dat wij zingen. Wij gaan naar Theo toe. Wij gaan naar Theo, 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 Theo toe. De piano kan dat? Nou nee, dat is beter dan niet. Ik kan de piano niet tegen. Het zal, één keer met z'n dan. Jongens, let even op, Hannes gaat even wat voor zien. Eén keer met z'n allen, ja, sorry. Wij gaan naar Theo toe. Wij gaan naar Theo toe. Wij gaan naar Theo, 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 Theo toe. Omhoog. Wij gaan naar Theo toe. Komt er nu in, dus daar hebben wij een buitenlandse band in. Dat zijn vaste gasten van ons, dat is heel gezellig. Dat is een soort normaal, maar dan uit Zweden. Uit Zweden, jouw klep wordt even weg. Het is de Monaco Blues Band! Naast me Circus Custer, eergisteren nog op televisie, heb ik jullie gezien. En nu ja, natuurlijk, met nu... vrijdag, afgelopen vrijdag. Ja, ja, met de Bluffshow. Ja, de Bluffshow, klopt. Ja. Daar zitten jullie vast in, hè? Ja, 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 een heel jaar lang al vast met liedjes waar we een LP van hebben gemaakt, trouwens. En die is al uit, die LP? Die is al uit, die is al gedurende een maand uit. Dus het gaat goed.
jullie worden natuurlijk altijd in combinatie gebracht met geinige liedjes. Maar nu, Monica. Ja, heel mooi liedje. Wat vind je? Ja, we hebben een beetje dat imago van geinige liedjes. Maar dat heeft ook te maken met dat we vroeger, en ook bij de Bluffshow, nogal van die kleurige kleding aan hebben, denk ik. Want de vorige plaat, die ook heel veel gedraaid is, dat was Jaloers. En dat was ook eigenlijk een diep tragisch gebeuren. Dus we maken eigenlijk beide kanten wel. Maar het andere is meer opgevallen natuurlijk. Ja, dat is waar. Wat zijn jullie toekomstplannen? Nou, er is één leuk ding wat we van plan zijn. Dat is, wij hebben 3 jaar lang op campings door heel Nederland heen een tournee gemaakt met een band. En we zijn van plan, die band bestaat niet meer. We doen nog een paar afscheidsconcerten de komende 2 maanden. Maar dat is niet zo belangrijk. Wat we willen gaan doen, want uiteindelijk komen we ook uit die richting en willen we er ook weer naartoe. We gaan een theaterprogramma maken, maar niet in theater zelfs, maar voor die campings. Dus gewoon op campings een volwaardig theaterprogramma maken. De titel staat al vast. Dat is Circus Custers Dubbel Solo. Met als titel De Hoop, Rook en Gelukshow. Nou, het is een primeurtje trouwens hoor. Ja. Het is een primeur. Duurde maar een week en toen is Monica op school teruggekomen. Ze was een beetje stil, soms wel leek het of ze zelfs niet te dromen. De vroegere stad, er was gebeurd en onder ouders gingen scheiden. Maar Monica, die haalde dan haar schouders op bij alles wat we zeiden. Denk wel eens aan Monica, ze is niet lang bij ons op school gebleven. Ze woont nu met hun moeder in een andere stad, dat heeft ze ons geschreven. En zo allemaal de tegenaan.
Naast me een favoriet, ook uit Noord-Holland, uit Schagen. Hè? Heel goed. Gerard Joling. Gerard zonder Randy Crawford. Ja. Nou, ik ben hier vanmorgen in mijn eentje gekomen. Ik denk van nou, heel gezellig. Maar ik moet nog 2 uur wachten, want ik moet pas 2 uur moet ik hier aan de gang. Eén en laatste sta ik in. Maar het is heel gezellig hier in Blokkeren, in ons eigen Noord-Holland. Gezellig, denk. Zeg Gerard, Midnight to Midnight, ja. Hoe gaat je plaat? Hoe loopt het? Nou, hij is donderdag pas uitgekomen, dus ik kan er nog heel weinig van zeggen. Het enige is dat hij een hele goede airplay heeft. Hij is heel goed ontvangen in Hilversum. En hij is op 29 binnengekomen in de tip, dus dat is wel heel snel na 1 dag. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar hoe het verder af moet lopen, weet ik niet. Er komen nog verschillende televisies aan, heel veel radioprogramma's. Dus we gaan er weer heel hard tegenaan, ja. Randy Crawford, heb je daar nog contact mee? De maxi-single van Everybody Needs a Little Rain, het nummer met Randy Crawford, komt nu uit in Engeland. En in Japan. En het is ook in Taiwan, dacht ik nu uit. En het gaat heel goed, want er zijn verschillende LP's goud en platina geworden. Ook dankzij haar, omdat ze daar natuurlijk populair is. Het heb in Nederland niet zoveel gedaan, de plaat. Maar in België, Noorwegen, Zweden, Griekenland. Dus ik ben er hartstikke tevreden mee. Af en toe krijg ik nog een kaart of ik stuur haar een brief. En als het nou echt heel noodzakelijk is, als het helemaal als een speer gaat, dan, ja, dan moet je wel eens overvliegen ergens naartoe. Hoe kan dat nou, dat zo'n plaat in het buitenland wel loopt? En het land waar je toch populair bent, in Nederland, loopt zo'n plaat dan minder? Nou, ze zeggen altijd, als je in Nederland boven het koren uitgroeit, dan gaan ze je maaien. Sjors Kooijmans, zonder Colden Ehring, helemaal op de solo tour, Sjors. Alleen. Lost for Love. Lost for Love. Hoe loopt het? Dat loopt matig, loopt dat. Loopt matig? De single, ja, de LP gaat heel goed. Maar de single gaat een beetje flauw, vind ik zelf hoor. Ja, ik ben meer gewend natuurlijk, maar we komen er wel. Je loopt veel mee nou met ons vast, hè? Want ik heb je afgelopen donderdag ook al gezien. Ja, je moet gewoon natuurlijk de promotiekanalen gebruiken die er te gebruiken zijn. En dat zijn er niet al te veel in Nederland, dus... Hoe nemen je collega's dat nou op, zo, dat je dan op de solo toe gaat? Die vinden dat leuk. Ik heb al eens eerder een solo pay gemaakt, heel lang geleden. En Berg is nu ook bezig en zij is er vorig jaar gedaan. We zijn een beetje aan het freewheelen en ik denk dat we van de zomer weer met een nieuwe Ehring LP gaan beginnen. Nou, jullie zijn veel naar Amerika geweest. Ga je nou ook solo naar Amerika of blijven jullie dat wel in samenhang, maar dan allemaal apart... Ja, daar komen we echt in de moeilijkheden, denk ik. Nou, dat zit er gewoon niet in. En als het eventueel wel in zit, dan zien we wel verder. Dat laat ik wel maar afkomen. En hoe bekend zijn jullie in Amerika? We zijn behoorlijk bekend. Ik denk dat als je daar vraagt aan de mensen die Golden Ehring is, als je naar Radar Love of Twilight Zone vraagt, dat mensen dat gewoon kennen. En bij jouw liedje Lost for Love, zit daar ook een clip bij? Nee, daar ben ik mee bezig geweest om een clip te gaan maken, maar dat was financieel niet haalbaar. Met hetgene wat ik wilde, het script dat ik wilde maken, dat was niet financieel haalbaar. Maandag gaan we een special opnemen en die kun je volgende week zaterdag horen.
Dit was los van staat de veiling aan in Blokker. Jullie waren geweldig. We komen binnenkort weer terug, dat beloof ik je. Tot ziens, dames en heren. Mag ik je wat vragen? Wat was je reactie? Nou, fantastisch leuk. Ja. Ja. Wie vond je te gek? Gerrit Joling. Wie vond je het beste? René Schumann. René Schumann. Die was er niet eens. Man, die was er niet hoor. Weet ja, die andere, die er een beetje André, op lijkt. Die rug. Ja, die ja. Jij zei natuurlijk wel weer al. Ja, zij had wel en wij en niks. Heb jij last van je oren? Ja. Hoe komt dat? Harry. Van wie? Van Jos Kooijmans? Weet ik veel. Hoe vond je het? Oh, ging wel. Ik vond het wel leuk. Het was wel gezellig. Wie vond je het beste? Nou, we waren allemaal wel goed. Kwam je speciaal voor iemand of niet? Nee, voor allemaal. Ja, ik wel voor Anita Huilker, omdat ik fan van de Dolly Dots ben. Dus. Daar zit ze niet meer in natuurlijk, hè? Nee, maar toch wel leuk. Oh, ben jij fan van Omi Joop? Ja. Maar ja, toen kwamen er ook een heleboel andere artiesten. Hoe vond je dat? Mooi. Leuk, hè? Maar we hadden gehoopt dat Piet Veerman zou komen, want we hadden bloemen voor hem mee. Take 2. Prachtig. Het hele losvast gebeuren zit erop. Meneer Hietman, Jan, zeggen we in dit geval nu meteen. Het was toch weer een grandioos spektakel. Ja, het was heel leuk hier. Wij maken ons altijd een klein beetje zenuwachtig over Noord-Holland, omdat het heel erg verdeeld is altijd. We hebben een paar uitzendingen in het verleden gehad, dat waren minder gezellige uitzendingen, maar deze was echt heel leuk. De omgeving als een veilinghal, doet die er wat aan, het grootste, het massale? Nee, want in principe is dit voor ons nog een kleine hal hoor, als je kijkt wat er aan mensen in kan. Dus we staan elke week in grote hallen, dus ik zeg wel eens ze laaien mij in en dan word ik weer in een hal naar buiten gelaten en dan zie ik waar ik ben. Maar wat ik wel vind is dat zo'n hal zoals deze, daar zit natuurlijk geschiedenis in, het is een oude hal en dat is vaak is dat gezelliger dan zo'n hele moderne hal. Dus mij spreekt dat wel aan. Ook als je ziet hoe je naar de kleedkamer moet. Je moet dwars door allerlei stellingen met levensmiddelen van een heel groot bedrijf. Daar hebben wij bijzonder veel plezier over gehad. Nou ja, de geest van de Beatles en zo waart hier nog rond. Want dat was het ontstaan van de evenementen in Blokker. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Als je, zeker voor onze generatie, zegt de Beatles vreselijk veel. En als je dan weet dat die jongens in Blokker hebben gestaan, dat is wat. Dat vind ik waanzinnig. Ik heb het trouwens zelf gezien toen. Ja, toen was je een stuk jonger. Toen was ik heel klein. En dan had ik beduidend meer haar. Het fenomeen losvast, het is een simpele formule en toch, je krijgt elke keer duizenden jongelui hierheen. Ja, maar ik denk dat het de reden van het succes is dat wij het publiek serieus nemen. Laten we daarmee beginnen. Als je er alles aan doet om de mensen die dus bereid zijn om 's morgens om 8, 9 uur voor een hal te gaan staan, te geven wat ze toekomt, dan kan het in principe niet mis. Je mag nooit met de neus in de lucht gaan lopen en zeggen van wij zijn er en ze mogen blij zijn dat ze naar ons mogen komen kijken. De organisatie is nog steeds heel strak. We proberen met z'n allen zoveel mogelijk plezier te brengen aan de mensen die naar ons toe willen komen. En dat is de reden denk ik waarom we het 5 jaar hebben volgehouden. En ook een Kuip, als je dat ziet, het eerste jaar was waanzinnig, het tweede jaar was natuurlijk helemaal te gek. En nu 18 juli doen we hem weer. Ja, daar verheug je je op. Maar in principe zit er voor ons weinig verschil tussen een Kuip of de veilinghal in Blokker. Omdat je overal gewoon met Nederlands publiek hebt te maken. En dan zie je ook meteen dat daar waar het slecht gaat met de Nederlandse artiesten, we hebben alleen Piet Veerman in de top 40 staan, gelukkig dan wel op 2. En hopelijk volgende week op 1 in de gouden single. Dat het Nederlands publiek naar die artiesten komt en met heel veel liefde die artiesten behandelt. Dat zag je hier in Blokker ook weer. En dat doet mij vreselijk veel deugd. Ja, we kunnen nog niet met je mee op reis. Dat zit nog niet in onze middelen en onze mogelijkheden. Jan Reuzen, dank voor dit gesprek en erg veel succes in de toekomst. Ja, heel graag gedaan. En ik wil jullie met de regionale televisie en alles wat eraan vast zit ook heel veel succes wensen. Want ik denk dat dat voor veel Nederlandse artiesten de basis is om überhaupt nog te kunnen werken.